Vandaag zijn we in Zwolle, aan de noordkant van Zwolle, bij een grote zandwindplas van Dekker Grondstoffen, de Bommelsplas. Daar wordt op dit moment het grootste zonnepark van Europa gebouwd. Dus hier achter mij is alle actie. Dit is echt het, de lopende band, zeg maar, om het zonnepark in elkaar te zetten. Elk zonnebootje heeft 4 drijvers. Nou, die worden hier eerst op de band neergelegd. Dan zie je dat de mannen hier het staal om die drijvers heen klemmen. Zodat ze uiteindelijk een zonnebootje hebben met het frame. Met de dwarsbalken erop. Nou, stap voor stap wordt die hier in elkaar gezet. En wordt die verder de band opgeschoven. Meestal gaan ze per 9 zonnebootjes het water op. En uiteindelijk wordt hier een systeem gebouwd van 27,5 megawatt. Dat zijn ruim 6000 bootjes. Dus we zitten nu op een tempo van zo'n 150 bootjes per dag, wat bijna 2000 panelen is per dag. We zijn hier al een stukje verder op de band. Hier worden onder andere ook de loopplankjes opgelegd, dus die worden hier gemonteerd. Nou, bootjes zo goed als af, zonder de panelen nog. Ja, je ziet hier het einde van de lopende band eigenlijk, waar de panelen er nu opgeschroefd worden. Wat ook wel een mooi systeem is, ze klemmen de panelen op de bootjes, met de klemmen daar. Dat betekent straks ook voor het onderhoud dat het veel makkelijker is, mocht er een paneel vervangen moeten worden, dat ze hem ook gelijk kunnen vervangen. Hier achter mij ligt een heel groot, veld zonnepanelen. En deze panelen gebruiken we voor het opwekken van stroom voor op de bouw. Dus we bouwen ook energie-neutraal. Dit zijn bijna 180 zonnebootjes. Nou, genoeg om die batterij die we hebben te voorzien van stroom. Dat is voor het gebruik van de containers, voor de koelkastjes, magnetrons voor de mannen tijdens het lunchen. Computers natuurlijk. En het opladen van elektrisch materieel wat we ook op de bouw gebruiken. We gaan even een beetje langs de panelen varen. Om te kijken hoe de constructie op het water ligt. Je ziet hier de dakconstructie. Met de drijvers echt op het water liggen en hoeveel licht er ook nog best wel doorkomt door het systeem. Wat er weer positieve invloed heeft op de ecologie. We zijn nu op het park. We zijn er net naartoe gevaren. En hier kun je een beetje goed in detail het systeem zelf zien op het water. Je ziet de panelen liggen. Die liggen in een hoek van 12 graden. Met de drijvers daar. Nou, als je onder de panelen gaat kijken, dan zie je ook dat er nog best wel veel licht doorheen valt. Bovenaan hier bij de panelen heb je een soort van, laten we zeggen, schoorsteen. Dat als het zo eens warm is en de panelen worden warm, dat die warmte goed weg kan onder de panelen. Dus dat heeft een heel positief effect op de opbrengst. Een zandwindput waar we zijn is namelijk heel diep. Het water blijft altijd best wel koud, ook zomers. Dus door dat verkoelende effect haal je meer rendement uit je panelen. Nou, neem daarbij nog de oost-west-opstelling. Dan heb je ook een veel mooiere gelijkmatige verdeling van die opbrengst over de dag. Dus omdat de panelen wat van het water liggen, laten ze ook lucht en licht door. En ook aan de zijkant van de panelen heb je genoeg ruimte voor licht. Om de ecologie in ieder geval niet in de weg te zitten of een beetje te kunnen stimuleren. Een belangrijk onderdeel van een drijvend zonnepark is ook verankering. Een zonnepark moet blijven liggen als het op water ligt. We hebben geen verankering in de oevers. En vaak in de oevers zit het meeste leven, ecologisch gezien. Dus we zitten hier direct naar de bodem. In veel gevallen 30 tot 35 meter diep. Dus speciale verankering om het park op zijn plek te houden. Nou. Daarnaast zijn we in samenwerking met Bureau Bakker. Dat is een ecologisch adviesbureau. Bezig met een lange studie. Dit jaar zal die studie plaatsvinden. Die is al begonnen in januari. Waarin ze gaan kijken wat de invloed is van een drijvend zonnepark. Onder en boven water. Tussen elke rij bootjes. En 1 bootje is 6 panelen. Er zit ook eigenlijk weer een halve meter lichtstraat, zoals we dat noemen. Dus elke 6 panelen heb je een halve meter licht. En de volgende 6 en de volgende 6. Dus zo creëer je op allerlei manieren over het hele park gezien heel veel licht met je panelen, met je park. Zodat je niet het hele water bedekt. Naast dat Bureau Bakker een ecologische studie doet, doen wij ook als onderdeel van een soort van ecologische stimulering. En maken we gebruik straks van biohutten. Nou, biohutten zijn gevlochten. Ja, een soort van kooi of korven die we straks aan de rand van het park aan de zonnepanelen hangen. Op ongeveer 1 tot 2 meter diepte. In die kooi wordt dan houtmateriaal of schelpmateriaal gedaan. En dat stimuleert zeg maar, de vispopulatie. Het is een soort van kraamkamer voor vissen. Dus om te kijken of dat nou ja, een positief effect heeft voor de vissen in de plas.
naast dus een langere studie. De verankering, niet in de oevers. De biohutten die we gaan gebruiken. De constructie zelf en het vele licht, wat we toch proberen door te laten op die manier. Zijn er allerlei aspecten die belangrijk zijn ten aanzien van de ecologie. Dat is het mooie van het hele systeem, is het compleet geïntegreerd. Je ziet hier de omvormers, die dus ook op het water drijven. Daar achter mij onder andere een transformator, dus het hele systeem met panelen en omvormers en transformator ligt op het water. En vergelijkbaar met andere systemen gaat dat vaak naar het land toe, de omvormers en de transformatoren. Alles is recyclebaar dus. De drijvers zijn recyclebaar, het staal is allemaal recyclebaar. De panelen zullen straks recyclebaar zijn, dus alles kan weer opgeruimd worden en kan weer hergebruikt worden. Dus dat is ook een belangrijk aspect dat over een langjarig project je straks ook weer alles terug kan brengen en het kan hergebruiken. Door die goede samenwerking met de gemeente Zwolle en met de omwonenden is het nu zelfs zo dat Zwolle zich trots kan zijn op het feit dat het eigenlijk de hoofdstad is van drijvende zonneparken in Europa. Dit park, de Bommelsplas, is 27,4 megawatt. Nou, van de andere kant van Zwolle, aan de zuidkant van Zwolle, ligt de Seekdoornse Plas van Roelofs en KWS. Nou, daar ligt al 14,5 megawatt op, dus met ruim 40 megawatt drijvende zonnepark in Zwolle is het daadwerkelijk de hoofdstad van drijvende zonnepark in Europa. En samen, dus deze en Seekdoorn, leveren zij stroom aan bijna 12.000 huishoudens, wat 1/5 is van de bevolking van Zwolle. Dus, twee locaties, twee drijvende parken, fantastische innovatie die dus voor 12.000 mensen stroom voorzien. Het is geweldig om bij zo'n project betrokken te zijn en te zien dat GroenLeven een hele grote steen bijdraagt aan het klimaatakkoord in Nederland. Dus met dit soort innovatieve systemen, drijvende zonneparken, dubbel functie, zijn fantastische projecten om daarbij betrokken te zijn. En daar ben ik heel trots op om dat voor GroenLeven te doen. De efficiëntie waarmee het gaat hier, hoe snel het gaat. En op zo'n schaal dan kun je ook echt wat bijdragen en straks zeggen dat bijna 8000 huishoudens hier gebruik van kunnen maken. Dat is gewoon heel gaaf om bij betrokken te zijn.